Welkom op de 12e editie van Leraar van het Jaar. Klasse zet dit jaar de schijnwerpers op de startende leraar en hun coaches, mentor, meter of Peter. De spanning rond mij begint te stijgen en ik ben benieuwd of zij weten wie hen genomineerd heeft. Geen enkel idee. Er is niemand die iets gelost heeft, dus ik weet totaal niet door wie ik hier gekomen ben. Absoluut niet. We hebben hele complottheorieën verzonnen. Ik heb direct op Facebook gezet en nou, wie heeft mij genomineerd? Superleuk, maar tot op heden heb ik nog geen antwoord gekregen. Ik kreeg een brief van klas en ik dacht dat het over mijn abonnement ging of zo. En dan was het voor leraar van het jaar, dus ik zei, ik heb dan direct mijn mama geroepen en gezegd... Aah! Wie heb je meegenomen vandaag? Ik heb vandaag meester Hans meegenomen. En die is eigenlijk mijn coach op school. Die helpt mij zo'n beetje als ik met een probleem zit. En hoe voel je je nu? Een beetje zenuwachtig eigenlijk, want ik weet totaal niet wat ik moet verwachten. Leuk, vooral verrassend. Je hebt zeker een nieuwe boost zo. En het is ook wel een beetje een beloning, zeg maar. Je verwacht dat niet dat ze dat doen. Dat geeft je een heel goed gevoel. Een gevoel van voldoening, moet ik zeggen. Dus fijn gevoel. Je bent het meest frisse kruim van de Vlaamse leraren. De meest gewaardeerde bende enthousiastelingen die onze jongeren mag vormen en begeleiden. Als u straks met uw enthousiaste applaus deze zuilen doet taveren, tot het hele ding hier instort, dan zit het onderwijs van morgen met een gigantisch probleem. Maar laten we er vandaag vooral een warm feest van maken. Het leven van een starter loopt vaak over kronkelige paden. Zo zegt directeur Frank over Bieke Caluwier. Waar is Bieke? Ja. Bieke moest haar plekje veroveren en kwam, zoals elke starter, af en toe zichzelf tegen in de zoektocht naar een goede aanpak en het juiste evenwicht tussen graag zien en grenzen stellen. Heel gemotiveerd, bijzonder creatief, maakt van alles iets leuks, heel kindgericht, zeer grappig. Karen start bij ons nieuwe projecten op, neemt volop initiatieven, staat steeds klaar met creatieve ideeën. Een ruiker papieren bloem. Een poster vol van waardering door uw collega's. Ik denk dat dit de complimenten van de leerlingen zijn. Als iedereen heel eventjes naar achter kijkt en de handen in de lucht steekt, dan kunnen wij zo een selfie maken met iedereen op de achtergrond. Here I stand and you hold my hand, my imaginary friend. Klasse riep dit jaar scholenteams op om het starterspact te ondertekenen. Dat is een soort van engagementsverklaring waarbij scholen tonen dat ze achter hun starters staan. Zo houden ze al dat talent aan boord. Ik had zo niet het gevoel dat een coach geïnteresseerd was in mijn evolutie, hoe ik groeide. En eigenlijk al de bedoeling is van een coach om je dingen leren en dat was dat niet. Dat was spijtig. Het is heel simpel. Als ik klap, dan klappen jullie ook. Als ik niet klap, dan klappen jullie niet. Voilà. Goed, hou klaar, daar gaan we. 3, 2, 1. We horen dagelijks horrorverhalen van startende leerkrachten in andere scholen. Maar dankzij RIT is dit voor ons een ver van ons bedshow. Als studiebegeleider op bosklassen, hij geeft echt alles van zichzelf. En leerlingen voelen meteen aan dat ze veilig bij hem zijn. Ze spreekt met liefde over lesgeven en over het engagement ten aanzien van haar leerlingen. De vraag is gesteld om volgend jaar 12 uur bewegingsopvoeding bij ons te komen geven. En Miguel heeft ons zijn ja-woord gegeven. Oef, zeggen ze erbij. Mag ik jullie ongelooflijk applaus voor de leraar van het jaar 2014, Joke de Bakker van de gemeentelijke school Schelde-Windeken. Joke, zoals dat dan in de sport gaat, maak je eerst die reactie. Ongelooflijk bedankt. Ik wil ze allemaal nog eens een knuffel geven, echt waar. Ik ben heel diep geraakt door die woorden die juist gezegd geweest zijn. En het geeft mij heel veel energie om nog het laatste stukje van het schooljaar nog eens meer dan 100% voor te gaan. Donderd enorm. Ik ben blij dat ik de stap gezet heb en dat ik die keuze gemaakt heb om op latere leeftijd toch nog de stap te zetten naar het onderwijs. En ik moet zeggen, ik doe het ook wel heel graag. Ik vind het heel fijn. Ja, het is een overlading eigenlijk. Je weet niet wat er staat te wachten. En dat is dan meteen eigenlijk zo'n leerkracht u nomineert, want dat is toch al een leerkracht die er heel lang staat.
Dat doet heel veel, vind ik. Dat wil veel zeggen voor mij, dat betekent heel veel. Ja, het is heel leuk. Dus, als startende leerkracht kun je eigenlijk geen beter team wensen, absoluut niet. Ja, je doet gewoon je best en je zet je in en je voelt je goed in een team. En dan ja, is dat toch wel heel... Ja, ik werd daar een beetje rood van eigenlijk. Dat is waardering voor wat je elke dag doet eigenlijk. Dus dat is, ja, dat is heel leuk. Het is een teken ook dat we goed zijn in onze job. En dat is ook wel belangrijk, vind ik, om verder te doen.